Yes, what's up guys? En tof dat jullie even kijken naar deze korte episode. Zoals jullie in de titel al kunnen zien, ik ben natuurlijk begonnen met vloggen, met episodes maken en The Life of Wesley RL. Dus dat is mijn leven, wat ik doe, dat wat ik jullie kan en mag laten zien, dat laat ik jullie ook zien. En voorheen was het gewoon filmen, editen. Zo gingen de eerste 7 episodes. En 8, 9, 10, dus het trainingsweekend, heb ik in 1 weekend opgenomen en daarna geëdit tot verschillende parts, verschillende episodes. Maar wel dat het vloeiend in elkaar doorliep. En dat is eigenlijk wat ik weer wil doen. Dus ik ga elke dag filmen. Op zondag bekijk het allemaal, edit ik het allemaal. En dan komt het de week daarop komt online. Dus ja, mijn episodes hebben een week vertraging. Heel veel YouTubers doen dat, heel veel vloggers doen dat. Dus ik zie daar niet echt problemen in. Het scheelt mij alleen een hoop stress en druk. En dat is een van de redenen waarom ik de vorige keer ben gestopt. Dus om het mezelf, om mezelf een beetje te ontlichten. En ook al upload ik nu misschien niet mega veel video's. Wil ik wel minimaal 2 video's in de week blijven uploaden. Dus vandaar week lang filmen. Elke zondag edit ik het. En dan de week erop, of op dinsdag, donderdag, of maandag, woensdag, vrijdag. Dat moet ik nog even kijken. Maar dan wil ik het dus uploaden. Dus dan weten jullie dat. Mochten jullie vragen hebben, je kunt ze gewoon stellen. Ik ben heel open daarin. En let me know. Abonneer in ieder geval, blijf die liefde geven, want ik waardeer het mega erg. Mensen vragen waar zijn je nieuwe episodes, dus dat is super tof om te horen. Morgen komt er een nieuwe episode online. Dat is van vorige week. Het is 1 episode, wel 17 minuten. Maar dan weten jullie dat. En ja, let's get it. Blijf je boy supporten. Help me naar die 150, 200 abonnees. En dan zien jullie mij morgen weer. Ciao, ciao.